3, 2, 1. Yay! Zo, wat een energie. Er is ook iemand op vakantie geweest, hoor. Ik ben, ik ben niet heel vrolijk teruggekomen van vakantie, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar het komt natuurlijk door de D&D-sessie van vrijdag. Dat is het. Helemaal mentaal weer er tegenaan. Hyped. Ik heb heel de weekend die boeken doorgelezen die jullie hebben meegegeven. Nice. Hij heeft huiswerk gedaan, ik geloof gereed. Maar hij gaat zijn huiswerk doen. Tuurlijk. Welkom één, welkom allen. To the job. Nieuwe maandag, nieuwe energie. Voor veel mensen is maandag juist altijd een kutdag, maar laten we gewoon proberen om er iets moois van te maken. Ja, het ruikt hier echt naar internationale reizigers, man. Ja? Beetje zo, nee, zo'n wereldreis op kerosinelucht hier. Ja. Komt een naar Australië, eentje naar Bonaire, groene mieren. Eentje gaat naar LA, het is echt niet normaal, joh. We zijn echt de klimaatafdruk van je welstand. Het is een wonder dat we nog Nederlands praten eigenlijk. Ja, yeah, we can do an international edition. Ja, we moeten een accent aan. Yeah. It's like, you know. I know, man. It's hard. I am twee weken in America, in Australia geweest. Ik heb geen schoenen meer aan tegenwoordig. Anybody needs like on a dollar, like, yeah. Got dollars. Kijk hem. Jasper tovert altijd dingen uit zijn zak op beeld. Kun je tegenwoordig nog veel met een dollar? Nou, ik wel. Want ik ga donderdag naar LA, dus ik denk dat ik daar... ik kan er een dakloze guy blij mee maken. Die heeft alweer 1/20ste crack rock bij elkaar. Ik wou het zeggen. Ja. Ja. Sick, man. Jezus, jongens. Wat hebben wij voor weekend achter de rug? Want dat is natuurlijk altijd de belangrijkste vraag op de maandag. Het koffiemachine gesprekje. Ja, we wilden het positief houden, dus laten we niet bij mij beginnen. Heb jij altijd van die existentiële dingen mee? Ja, ik zit mee echt in een enorme existentiële crisis op dit moment. Jesus Christ, ja, man. Nee, ik kan er ook niks aan doen. Meer D&D spelen. Shit. Ja, nee, dat denk ik niet. Ik denk dat ik juist meer moet focussen op het echte leven dan het niet echte leven. Ja. Nee, ik zie trouwens al iemand in de chat zeggen, Luc. Rest in peace, Wim de Bie. Fucking hell, man. Een van mijn jeugdhelden. Verkoten en de Bie. Die hebben mijn soort van... vorm van humor samen met Jiske Vet gevormd. Ook dat nog. Het vieze mannetje, toch? Het vieze mannetje. Maar ja, dat deed hij natuurlijk niet. Hij was gewoon een teetje van S. Ja. Daar krijg je stront, mijn vader! Ja, dat is. Maar goed, ja, een groot gemis voor de Nederlandse mediawereld, denk ik. Ja, hilarisch. Een van de OG sketchmakers. Ja, man. Ja? Ja, zeker. Zou je kunnen stellen dat ergens het begin de Game King sketches er niet zo waren geweest zonder Coat en de Bie? Zonder de vrije jongens. Zij waren de vrije jongens. Zij deden gewoon shit. Samen met Jiske Vet natuurlijk. Jiske Vet deed iets later, volgens mij. Maar dat is helden van de Nederlandse televisie. Zeker. Echte pioniers. En jouw weekend, Jasper? Ja, nou ja, ik had een date met een chick uit Amerika, daarom heb ik een dollar. Wow. En dan ben ik 2 dagen blijven plakken, dus het was plakkerige dollar geworden. Je bent al even kort geamerikaniseerd. Ja. En ze hield heel erg van The Wire en ik wilde die serie weer opnieuw gaan kijken, dus dat was de perfecte ingang voor een date. Ze hebben The Wire gekeken, lekker gelopen vreten. I'm like on my way to LA on Thursday, dus gave me like this dollar like en ik ga hem, ik denk ik daar in de stripclub uitgegeven. Jij hebt er travel for work gepoeld. Ja, I'm an international globetrotter. Ja, ik maak een programma over videospelletjes, maar ik reis de hele wereld over. Die heb je gedaan, hè? En heb je nog gezegd television show? Formerly known as television. Oh. Ja, even tussen het randje van je string gestopt. Ja. Die dollar. Nou, vies peuk. Nice. Maar was gezellig. Ja, zeker. Het was zeker gezellig, ja. Beetje gegamed ook nog? Ik ben zelfs betaald voor mijn diensten. $1. Dus, en ik heb ook nog een beetje gegamed, want ik heb een Steam Deck gekocht. Hey, ik zie mezelf. Wat leuk. Hey, wow, shit. Nu zijn we met 5 reizigers hier. Maar ik heb een Steam Deck gekocht, dus daar heb ik het hele weekend lekker allemaal shit opgeflikkerd. Emulatoren, geen ROMs natuurlijk, want ik hou het netjes binnen de lijntjes van de wet. En wat nog meer, The Witcher 3 ben ik erop aan het zetten. En Elden Ring, zodat ik in het 12 uur in het vliegtuig kan gamen. Tot mijn ogen nog walliger zijn dan ze nu zijn. Lekker slapen in het vliegtuig. Gaat hij dat batterijtechnisch volhouden? Ik heb een powerbank gekocht, ja. Oké. En gaat je powerbank sneller dat ding opladen dan dat hij leegloopt? Ja, ik heb het getest. Maar volgens mij zit er in vliegtuigen, dat moet ik even aan jullie... Zit stekker in, ja. Hè? Ja. Ja, dat is een USB-stekker gewoon. Tenzij je massa hebt en tussen je stoel onder. Ook, ga je met KLM? Ja, dan heb je ook gewoon stroom. Ja. Midden, een beetje naast onder je stoel. Maar niet één, toch? Dat je net als met armrest moet vechten voor het stroom. Maar ik heb het gevoel dat je de hele tijd eruit aan... Nee, maar dan ben je het vechten met skate, die kan je wel hebben. Maar er zit zeg maar midden onder je stoel zit een rood koord. Als je daar aan trekt, dan komt die stroomcontact voor. Ja, precies.
Ik ben heel naïef, dus ik ga dat sowieso direct proberen. Ja. En dan moet je dat, moet je de stroom opblazen. Komt er ook zo'n VR-bril uit. Ja, VR-brilletje inderdaad. Mensen weten wel wat je gaat doen in de USFA, toch? Nou, voor de mensen die het niet weten, ik en... Mag je dat zeggen? Ja, zeker mag ik dat zeggen. Skate heeft de Beans al gespeeld. Ik begin al aan mijn... Volgens mij heeft Coast zelfs als allereerste Beans gespeeld. Ik ga samen met Skate the motherfucking Great naar WrestleMania in Los Angeles. En daar ga ik verslag van doen, zodat deze kijkers kunnen meegenieten van... wat we daar gaan doen. Vet. We gaan ook nog naar de WWE Hall of Fame, waar allemaal kreupelijke, kapotgeknokte worstelaars zitten. We gaan nog golf Zitten die daar golf gewoon 24-7? Achter glas. Ja. Die zijn opgesloten. Madame Tussauds met levende worstelaars is dat. En we gaan ook nog naar een van de golf evenement. Dus gaan allemaal van die pro wrestlers, die gaan die ballen volgens mij richting LAX slaan. Vet. Ja. En we gaan nog naar de Superstore, waar ik natuurlijk, daar ga ik een worstelpakje kopen, waarover later nog meer. Ja, het wordt super vet. Dat heb je aan Shelly beloofd. Ja. Dat, nou, Shelly heeft het eigenlijk aan de kijkers beloofd. Ja. Ja, goed, maar daar, kunnen we dat al vertellen? Nee. Wat? Laat maar. Volgende. Komen we nog op terug. Hoe was jouw weekend aan? Mijn weekend was, ik heb een beetje wat moeten spelen voor een zekere preview die we straks gaan doen. Ah. Volgens mij mag ik dat wel zeggen. Want, van mij mag je het sowieso zeggen. Ja, de Atlas Fallen had men het laatste een keertje over. Dus die is bij mij in mijn schoenen geschoven. Dus die heb ik even gespeeld dit weekend. Mm-hmm. Ik ben ook weer een beetje verder gegaan met Wolong. En verder, ja, weet je, gewoon een beetje gevoetbald. Een beetje een biertje gedronken. Weet je, die standaard dingen. Niet heel speciaal. Dus, standaardvraag, gewonnen of verloren? Gewonnen. Dat gelijk kan natuurlijk ook. Ja, goed. Ja, uiteraard. Welke positie speel je eigenlijk? Ik speel spits. Netjes. Alleen zaterdag had ik meer de rol van aangever dan afmaker. Soms gaat het wel, soms gaat het niet. Weet je, de ene week scoor ik 4 keer, de andere week leg ik er 4 af. Dus... Nou, bedoel, ik voetbal ook, Koos voetbalt ook. We kunnen wel een soort Game Kings Benefit team... Nou ja, ik zou in ieder geval zo'n 7-7 competitie kunnen doen. Ja, je bedoelt, die stompt alles eruit. Die trekt gewoon de palen naar elkaar toe. Ik denk dat Steven een goede keeper is. Een beetje een soort van karate kid op doel die gewoon alle ballen uit de kruising duikt. Kan zomaar, ja. Of high kicks. Maar ook eentje die, zodra wij aan het aanvallen zijn, gewoon ineens bij de paal aan het appen is of zo met iemand. En heel relaxed. Of... Uitstaat. Ik had vroeger een keeper, ik zat een beetje in een schimmig team. En toen kwam er een politiebus langsrijden en toen was onze keeper ineens weg. Die rende letterlijk over het hek heen. Dus dat kan ook. Dus dan eigenlijk heb je er geen nodig, is wat ik probeer te zeggen. Hè? Maar oké, lekker dus gewoon gespeeld. Je hebt een rustig weekend gehad. Gewoon een rustig weekend gehad. En natuurlijk gewoon een beetje na filosoferen en denken over onze D&D-sessie van vrijdag. Want dat was gewoon weer vet. Vind ik mooi dat jij dat zo... We hebben weer spulletjes gekocht. We zijn weer op naar de volgende missie om het universum te redden. Dus, ik benijd je wel, man. Het lijkt me altijd zo vet om gewoon vrienden te hebben die dat soort shit spelen. Maar ze zitten hier aan tafel. Ja. Nou ja. Nou ja. Nou ja, vrienden. Ja. Dat moet nog blijken. Kennissen. Maar iets anders. Ik vind eigenlijk dat we die D&D-sessies moeten uploaden. Want ze kunnen nu eigenlijk alleen op Twitch teruggekeken worden. En dan raken ze heel snel in vergetelheid. Ik kijk jou aan, maar ik hoef jou eigenlijk helemaal niet aan te kijken. Mij. Dus ik kijk de kijkers aan dat ik daar een beetje aan. Wil je dat de kijkers het uploaden? Nee, misschien dat we... Want Nerd Culture gaat natuurlijk tegenwoordig gewoon naar zijn eigen kanaal op de zondag. Ja, dus jij wil ook een tabletoppers kanaal? Nou, dat niet per se. Oh. Misschien wel op den duur, wie weet. Maar meer dat dan is er een zondagspot op de Game Kings YouTube vrij. Dus ja, dan wel misschien... op de YouTube. Niet op de web. Nee, op de YouTube. Ja, en dan, leuk. Leuk idee. Ook op zondag. Leuk, man. En weet je waar Brief van Maandag voor bedoeld is? Oh, ik mag niet vertellen wat ik heb gedaan. Ik ben sowieso... The baddest for last. Heb je wel over je vakantie verteld dan, eigenlijk? Ja, zeker, vorige week. Oh, okay. Was gezellig, ik ben bruin geworden, heb heel veel gescheten. Ja, en je bent de soon to be... Ja, dat weet ze ook. Oh, ook al. Ja. We hebben je nog niet op camera gefeliciteerd. Echt wel. Oh. Nou, tussendoor ben ik bij deze mij. Tussendoor ben ik nog jarig geweest. Ja, dat weet ik, want wij zijn vrienden die D&D spelen met elkaar. Ja. Kijk, toch even snel naar mij kijken. Ik heb geen appjes in de Game Kings groep gehad, wat dan ook. Dus dat je een gore huf te zijn. Ik ben zo'n guy die 3 dagen van tevoren al de aankondigt. Maar weet je, nee, dat vind ik dus niet nodig. Ik vind het dus ook niet nodig om op Instagram of op Twitter te zeggen van... Hey, mensen, ik ben 31. Om een beetje soort van te vissen naar felicitaties. Nee, niet om te vissen naar felicitaties. Maar ik nodig wel mensen uit voor mijn feestje van tevoren. Dus ik vind het wel leuk als mensen komen. Ik hou niet er van waren mensen. 15 mensen bij mij thuis. Maar die kwamen gewoon zomaar. Vrienden, geen collega's. Dat is het ding. Als ik het aankondig... Ik stond in de tuin, hè. Komt er de niemand. Ja, daarom. Met het doosje. Er komt niemand als ik het niet aankondig. Ik heb tegen hem heb ik IJmuiden gezegd. Je komt toch uit IJmuiden? Geintje, Gebbetje. Zeg Gebbetje. Geboren getogen. Nee, maar... Nee, niet geboren getogen. Nou,
ik heb wel... Dat helpt ook niet mee. Ik ben natuurlijk naar Bonaire geweest. En daar heb ik in Nerd Culture al wel een beetje over verteld. Dus laat ik niet die recap doen. Maar ik kom wel... Ik ben er zo erg achter hoe erg mijn winterdip is nu ik weer hier ben. En dat slaat gewoon door op alles in mij. Ik heb zon, in de zon, ik ben letterlijk elke dag op vakantie om 6 uur. Je hebt 8 zonnen om je heen. Ja, maar hier ben ik ook altijd wel vrolijk. Maar okay. Ik ben letterlijk om 6 uur elke ochtend opgestaan. Ga ik hardlopen, heb ik zin in de dag. Nou, ik kom hier, ik kan er gewoon niks mee. En dan heb ik ook, en ik had gewoon een beetje op vakantie dat ik dacht, nou, ben ik nou wel eigenlijk blij met hoe ik mijn leven leef? En toen was de conclusie nee. En dan moet ik even aan de bak. Nee, dat is niet erg, maar dan moet je aan de bak. En dat is gewoon niet een leuke aan de bak? Nou, ik moet gewoon... Moet je werken aan jezelf? Moet je werken aan je fysiek? Moet je werken, ik moet werken aan mijn leven en uitgavenpatroon. Ik moet werken aan werk. Ik moet werken. Ik moet sowieso werken. Het is soms ook wel moeilijk, hoor. Om zeg je dat, de confrontatie met jezelf aan te gaan. En ook patronen bijvoorbeeld op te zoeken. Ja, ja. Nou, laat ik het dan maar ook niet dramatisch. Maar ik merk gewoon dat ik inderdaad bepaalde patronen heb. En die zorgen ervoor dat ik eigenlijk keer op keer de mensen waar ik heel veel om haal, teleurstel en of kwijtraak. En dat is niet leuk. Van die lachgaspatronen. Ja. Ja. En toen dacht ik, oh ja, wat kan ik... Maar wat, en dan is het altijd heel makkelijk om andere dingen de schuld te geven. En toen dacht ik, nou, wat kan ik nu zelf doen? En er zijn een aantal dingen die ik dan nu wel bedacht heb. Maar dan ben je dan een heel weekend mee bezig. En dat is gewoon niet leuk om met jezelf te zitten om over dat soort dingen na te denken. Nee, maar wel heel goed. En uiteindelijk, soms moet je een eitje breken om een omeletje te maken. Of een stapje terug om twee naar voren te kunnen doen. Precies, noem nog een cliché. How can I make this about me'tje kan poelen. Toch wel, ik ben zelf volledig gestopt met alcohol drinken. En dat heeft mijn leven echt een soort van totale 180 de goede kant op geduwd. Mm-hmm. Ik werd er niet doodongelukkig van. Maar ik merkte wel dat ik er stelselmatig steeds ietsje minder chill van werd. Ja, ondertussen zet ik die vodka. Ja, dat was vodka. Ja, ja, zet maar weg. Ja, die fles absoluut ook even uit het shot. Maar dat soort dingen, dat gaat niet altijd makkelijk om tot dat punt te komen. Dat je echt eerlijk kan zijn in jezelf en kan zeggen, fuck, eigenlijk is dit, het maakt niet alles kapot, maar het maakt het leven gewoon niet beter of zo. Maar dat heb ik mezelf van oudsher altijd aangeleerd. Van ik moet altijd of. Nou ja, en ik heb wel veel, mijn vrienden, als ik met vrienden afspreek, dan is hetgene wat we gaan doen, alcohol drinken. Wat niet erg is, maar dat is wel het type vriend wat ik heb. Terwijl soms heb je behoefte aan iets anders dan dat. Mm. En dan is het, als je dan heb je je vrienden nodig. Ja, ik heb dus daarom alleen mijn collega's nu. Ja. Ja. Dus dan noemt het nog steeds collega's. Nou ja, sommige vrienden vinden het bijvoorbeeld heel saai. Als je dan zegt, ja, ik ben genokt met drinken, zeggen ze, oh, wat saai. Ja, dan denk ik, Nou, ik heb ook een half jaar gedaan. En toen had ik ook alleen maar profijten van, eigenlijk. En dan op een gegeven moment denk je toch, het is wel gezellig. Mm. En dan, maar nu lijkt het alsof ik een alcoholprobleem heb, wat niet per se het probleem is, denk ik. Maar het is inderdaad wel gewoon last. Als dat het enige is. En ik weet ook niet zo goed wat anders je in Amsterdam kan doen. Zelfs als je uit eten gaat, drink je er ook wijn bij. Mm-hmm. Als je iets leuks gaat doen, drink je er ook wijn bij. Maar wij gaan juist uit drinken, maar gingen we altijd, dan aten we er wat bij. Ja. Dat was meer andersom. Maar we zijn ook wel... Ik heb ook geen kookprobleem. Dat imago wil ik nou ook wel vanaf. Ja. Het is geen probleem. Ik heb er hartstikke veel profijt van. Jullie gaat zo even naar het toilet. We zijn wel in een tijd beland dat het ook weer wel wat cooler is om niet te drinken en niet te roken en niet te nieten. Ja, maar ook paradoxaal genoeg, ook in een tijd waar alles heel erg genormaliseerd wordt. En ik echt om me heen alleen maar krijg dat iedereen het normaal vindt om eventjes het toilethok in te duiken. En ik heb zoiets van, dit ga ik niet doen, zeg maar. Dit is niet mijn, mijn future, zeg maar. Nee, 100%. Maar goed, dat is ook... dat is dan even lastig. Maar dat is ook niet een ramp of zo. Maar komt goed. Kom ik niet met het gezelligste. Nou, ik heb trouwens... laat maar. Je collega's zijn er voor je, want dat is waarom collega's zijn. Ja, dank jullie wel. Jullie zijn echt mijn kwam het leukste beste collega's. Ja, er kwam een hele leuke anekdote. Met mijn leedvermaak kwam nu echt het allerleukste anekdote. Hey, zullen we anders beginnen aan de brieven? Joey is sowieso veranderd sinds zijn beginperiode. Toen had hij het alleen maar over drugs en festivals. Nou, ik denk dat het gewoon het festivalseizoen was. En als ik het over festivals heb, kan ik je meedelen dat ik daar ben, omdat ik daar keihard aan het werken ben. Ja. En niet omdat ik daar mijn neus aan het poederen ben. Behalve op het laatste dag soms. Maar goed, dan hè. Moet je even doorzakken voor wat je allemaal hebt gewerkt. Klopt, even uit de school hier. Ik ga gewoon maar beginnen voordat er straks echt alle offline worden gehaald. Tafel, sorry, nee, maar dat was... Hallo. Iedereen doet toch wel eens iets wat niet mag? Ik niet. Nee, ik ook behalve niet. Jullie dan. Jullie zijn ook wel echt, wat dat betreft, goede voorbeelden van hoe het moet. Jullie zijn mijn nieuwe voorbeelden. Ja. Huisvaderachtige vibes komen hier. Dan ben ik nog steeds. Ja, maar Daan ook. Ik vind het super cool dat hij gewoon heeft gezegd, ja, wat heb je dit weekend gedaan? Nou, spelletje gespeeld, gesport, een beetje gegamed. Ja. En ik zou willen dat ik daar ook genoeg voldoening aan zou hebben. Hele zak, een paar zaadjes opgegeten. Existentiële crisis. Maar sport jij ook? Voetbal.
Drie keer in de week. Ja, oké. Okay. Dat is drie keer in de week, twee keer trainen. Ja, iemand zei net ook van waarom hebben ze allemaal korte mouwen? Ja, ik sport ook vier keer in de week. Dus ik ben de hele tijd zeg maar zo aan het flexen, weet je nee, wel? Ik, nee, sorry. Dat, ze dan, dat is misschien een goed idee om daar een keertje aan te beginnen. Maar jij bent geboren als een gigant, joh. Dat is niet normaal. Moet je zien wat de armen. Ja. Ja, maar dat is bij mij het probleem. Mijn armen en benen worden ook nooit dikker. Dus ik word een soort van Play-Doh hompje klein met stokjes erin. Toen ik uit mijn moeder kwam, ja. Het was eigenlijk alsof een slang, zeg maar, ze skin shed. Ja. Dus ik kwam daar gewoon in geheel vorm helemaal ripped. Ik, ja. Ik leek ineens heel erg op mijn moeder. Ja. Ja, ik lijk dus heel erg op mijn... Ik ging dansen op Bonaire, op het strand. Hij wel. Ik ging dansen. Was dat een existentiële ervaring? Dansen aan zee? Dansen aan zee met mijn vader. Kwam je tot jezelf? Ja, nou, ik ben erachter gekomen dat ik niet kan dansen. Een wals aan de waterlijn toevallig? Ik heb heel mijn leven gedacht dat ik best wel goed kan dansen. En nu is het gefilmd. En er werd over mij gepraat. Van, nou, jij zat er wel heel lekker in gisteren. En ik dacht, nou ja, viel wel mee. Ik was helemaal... Maar het is veel... Mijn armen zijn inderdaad een soort het van... Het ziet er meer uit als zwemmen ook. Het misschien is een reflex als je een hond boven het water uit, weet je. Moderne dans was het. Maar het ergste was, omdat mijn vader er dus ook naast stond en het gefilmd was, zag ik ook ineens waar het vandaan kwam. Krijgen wij deze beelden ook nog als b-roll op Brieven Maandag? Dat is nu niet mogelijk, maar dat kan... Nou, begon de depressie. Komt echt, ja, toen ik dat zag, dacht ik, oh nee, dit is niet de kant waar ik op wil in mijn leven. Maar vooral omdat ik mijn vader op 64-jarige leeftijd ook nog precies hetzelfde zag doen. We gaan een crowdfunding fixen hier zo voor jou op danscursus, man. Ja, en ik wil nog steeds ook heel graag... En zangles. Ik was op zangles, maar dat is ook wel echt te duur als je het dan hebt over mijn financiën een beetje op orde krijgen. Dat is echt, wat was het, €50 per les of zo? Fuck me, man. Ja, dat vier maar keer dat, per week. Ik vond, ja, het is bij mij wel nodig. Maar dat vond ik zo leuk. Maar goed, Daan wil door met de brieven. Dus, ik wil beginnen met de brieven. Ja, je hebt gelijk ook. Sorry dat ik jullie Daan verveelde met mijn crisis. Ik zag geen Discord-brieven, jongens. Dus daar ben ik heel erg rauwig om. Want ik zit in Discord. Ja, ik zie daar een brief voorbij komen. Ik zie altijd een mooie brief voorbij komen. Maar dan kan je er toch eentje voorlezen zo? Ik ga er zo meteen eentje voorlezen. Vet. Mag ik de eerste brief voorlezen? Daar heb ik zin in. Dank je. Jij wil. Ja, Jappie. Ik begrijp er geen reet van. Ik zag ze ook niet erbij. Yo, het zijn wel veel brieven. Ja, oké, okay, laten we hem even doorbeuken dan. Oké, okay, yo, GameKings. Een paar jaar geleden ben ik jullie op het spoor gekomen via YouTube. Dit was de eerste keer dat ik van jullie hoorde. Na een tijd, wow, dat is knap, tijd alles op YouTube te hebben gecheckt, ben ik sinds een aantal maanden trots premium member en geniet volop van de extra content. Dank je wel daarvoor. Jij bedankt. Hierbij mijn eerste brief. De afgelopen jaren waren er weinig games waar ik me echt in ben verloren. Gelukkig kwam daar nu Hogwarts Legacy. Ik heb me lang niet zo fijn gevoeld bij het spelen van een game. Volgende brief. Helaas ben ik erachter gekomen dat de game niet perfect is. Ik wil bepaalde missies starten, maar overal waar ik een missie moet kunnen beginnen, gebeurt er niks. En hierdoor kan ik niet verder met het verhaal. Mijn twee vragen. Hebben jullie hier ook last van gehad? En weten jullie of ik dit kan oplossen? Volgens mij, als je dat hebt, gaat het erom dat het gewoon nog het verkeerde tijdstip van de dag is. Maar dan geeft hij dat ook aan. Ik heb het niet meegemaakt verder. Ik heb er heel veel last van gehad. Ja. Echt? Ja, ja, het is zo erg dat. Is er een ding tussen jou en Hogwarts Legacy? Dat de game voor mij vanaf seconde 1 al niet speelbaar was. Dus ik heb hem nooit gespeeld. Oké, okay, nee, heb jij Hogwarts gespeeld? Ik heb de game niet gespeeld. Ja. Oké, okay, nee, ik heb daar oprecht de enige keren dat het was, is omdat je dan op het verkeerde tijdstip bent en dan moet je gewoon even gaan slapen. Serieus? Dat is wel gek. Dan ben heeft die game zulke levels van diepgang? Dan ben je in het geheime bos, of hoe heet dat? Het enge bos, het monsterbos. Waar het altijd donker is. Harry Potter naam voor. Waar het altijd donker is. Het zwarte woud. En dan zeggen ze, het is nog niet 6 uur middag. En dan zeggen ze, ga maar even lekker liggen. Dus dan lig je daar op de grond, terwijl er allemaal enge beesten rondje lopen. En dan, 1000 poten, ja, mieren. Niemand die daar gekke vragen van stelt. Afijn, hebben jullie ook... Was dit een antwoord op de vraag? Nee. Ik heb geen last gehad. Als je dit op kan lossen, ja, ga slapen op de grond. En als dat het niet is... Maar het volgende... Jij heeft er wat notities bij gezet. Maar dus ik zou dan eerst even het tweede deel van Ik kan de bug niet 1, 2, 3 vinden op Google. Misschien dat de community wat weet. Anders check en walkthrough. Ja, maar dat... Je moet gewoon wachten. Vraag 2. Hebben jullie ooit... Ja, nee. Ja, ja. Ik heb die game niet gemaakt, weet ik veel. Laat me rust. Hebben jullie ooit een game gehad die ineens zo onspeelbaar werd dat jullie hem helaas naast je neer moesten leggen? Cyberpunk 2077. Dat je lul ineens door je broek kwam. Ja, nou joh, hey, pff, man, dat soort shit. Dat er die game ging spelen voor een... Nou, onspeelbaar wil ik niet zeggen, maar ik ging daarin voor een cinematische ervaring. Ik dacht, dit wordt Blade Runner meets GTA. En ik was letterlijk, ik liep de straat op en er stond een guy, zo ongerigged mannetje zonder physics, die stond in een auto, zo er doorheen. En ik dacht, ja, dit gaan we gewoon niet doen. Ik moet wel zeggen, hoe vet ik die game nu ook, want ik heb hem pas gespeeld, ik heb hem voor €5 ooit gekocht en toen gewacht tot hij goed was. Mm. Wat best wel een vette ervaring was daardoor, want voor €5 was dat een hele goede deal. Maar dat is wel wat ik nog steeds, ja, is meer dan prima speelbaar. Maar het enige wat ik wel echt nog steeds jammer vind aan die wereld, zeker als ik het dan vergelijk met een van mijn favorieten alle tijden, The Witcher 3. De mensen, wat er om je heen gebeurt, voelt op
de een of andere manier veel minder levend dan The Witcher 3. Ondanks dat sommige mensen zijn wel vette dingen aan doen of zo, maar het voelt alsof je naar een toneelstuk aan het kijken bent in plaats van dat de wereld echt leeft. Ja, ik moet zeggen, ik heb hem ook 3 maanden geleden of zo heb ik hem geprobeerd te spelen. En toen had ik dus dat met die guy. En toen dacht ik, is het nou nog niet goed gepatcht? Maar ik hoor dus wel overal dat het goed gepatcht is. Dus ik ga er zeker wel mee bezig. Ja, maar. Ja. Beide games mogen nog niet de kont likken van Red Dead 2. Dus no worries. Maar welke beide games? The Witcher 3? En Cyberpunk. The Witcher 3 niet de kont van Red Dead? In termen van levendige wereld. Hè, oh nee, 100%. Ja. Maar ik vind het, dat heb ik ook 100 keer gezegd. Ik vond het zo jammer dat die levendigheid van die wereld niet doorging in je missies. Ik vind Red Dead een veel vettere wereld om in te dwalen dan om daadwerkelijk naar missies toe te gaan. Ja. Eigenlijk zouden de main missions zouden de open structuur moeten hebben van de levende wereld. Vooral de onvoorspelbaarheid. Dat je ergens binnenloopt en dat er ineens een grizzlybeer uit een tentje komt zetten. Zeg maar dat gevoel van wow, what the fuck. Dat mis je in de missies. Nog veel meer vorderingen in de wereld van AI nodig. Ja. En daar gaan we het over hebben. We staan aan de voet van een grote AI-berg. Dus, gaat gebeuren, jongens. Gaat gebeuren. Het zit er aan. Zijn wij AI, denk je? Ja. Nee, zeker niet. Nee? Heb je een eigen willetje? Ja. Oké. Okay, Willy-tje ook. Niemand kan verder. Dus we konden niks vinden over die bug. Maar nee, als iemand iets weet. Iedereen in de chat zegt nu dat er 2 missies waren die een probleem hadden. Maar dat inmiddels is gepatcht. Dus dat zou, als het goed is, goed moeten zijn gekomen. En dan kan je lekker flipendo'en. Met de klok mee. Kingdom Come Deliverance trouwens. Shoutout naar Kingdom Come Deliverance. Vette game. Ja, ik ga hem op de Steam Deck spelen. In 40 uur gespeeld. Toen was ik bij missie 1 en toen stopte ik per ongeluk. Misschien dat ik expres mijn vlucht ga missen donderdag, zodat ik dan langer op het vliegveld kan steamdekken. Weet niet wie je daar blij mee maakt. Niemand. Nee, daarom. Beste bazige bazen. Ik ben thuis bezig om alle kasten op te ruimen en oude spullen weg te gooien, weg te geven of te verkopen. Ik kwam tijdens deze bezigheid een oude doos tegen voor relatief oude games vanuit mijn jongere jaren. Oude doos, oude games, jongere jaren. Van PC games als Lego Races en Far Cry 1 tot PS2 games als Medal of Honor, European Assault en Need for Speed Carbon. Ook zitten er een aantal Xbox 360 games tussen. Ik heb 2 vragen. Vraag 1. Heeft het zin om deze games te verkopen bij een tweedehands inkoper, verkoper zoals Game Mania? Nee. Nee? Nooit. Of op sites als Marktplaats? Maar ja. Vang je er meer voor, denk ik? Ik zou Marktplaats cut doen, out maar... the middleman. Ja. Ik heb de vraag gemist. Ik zou met een kleedje in het park gaan zitten met Koningsdag. Dat is ook bijna. Ja. En dan hopen dat iemand dronken genoeg is om gewoon nog 60 euro. Zeg gewoon eens nieuw. Wat wil die verkopen? Games als European Assault, Need for Speed Carbon, PS2 games. Ik zou vooral wachten. Want meestal, als op de duur alles uitgefaseerd is, komt er weer een punt dat het op de duur allemaal weggeflikt is. Ik moet zeggen, als je naar van die... Je hebt volgens mij Game Over of zo, heb je in Amsterdam ook. Zo meer, niet Game Mania, maar echt een tweedehands... Daar zijn, winkel, ja. Ja, maar PlayStation 1 games zijn daar echt gewoon makkelijk 40 euro. Ja, dus er zijn echt wel bepaalde games die nog wat waard zijn. Mm-hmm. En de tweede vraag is eigenlijk al, hebben we al beantwoord. Of is het beter om de games tientallen jaren te bewaren en om het dan een keer te verkopen? Nou, ik heb zelf bijvoorbeeld heel veel Nintendo 64 verzameld toen op de duur iedereen dat dumpte. Dus nu heb ik echt een stapel waar ik bij de bovenste cookiespot kan, als ik het op elkaar stapel. En het is ineens vet voor geld waard geworden. Dus, maar je kan het ligt natuurlijk ook aan de staat van je games. Want als ik mijzelf, ik ben een gebruiker van gebruiksvoorwerpen. Mijn games zijn niks meer waard. Mm-hmm. Weet je, als ik een Charizard Pokémon kaart had, dan kon je niet meer zien dat er een Charizard op stond, omdat het gewoon versleten is. Het plaatje weggekoud. Ja. Goed om te weten, dat ik aan jou niks moet uitlenen. Het was gebruikt voor heel weinig te eten thuis. Ik had vroeger altijd zo'n maatje, dan leen ik hem cd's en dan kreeg ik ze altijd helemaal bekrast terug. Dus ja. Ja, nee, maar dat is heel kut. Maar ik ben, ja, ik vind het zelf, ik heb het bijvoorbeeld ook met sneakers of zo. Ik weet dat ik koop elk jaar nu gewoon mijn half caps fans en om het jaar koop ik ze opnieuw. En, want ik weet gewoon, een week later is het gewoon, ik kan het op de een of andere manier niet schoonhouden. Ja. Ik heb het ook met sneakers. Ik heb ooit zo'n raffle gewonnen van Air Max 97 Sean Wotherspoon. Dat waren van die hele kleurrijke schoenen. Die waren toen volgens mij 160 euro. Die heb ik gekocht. Ik heb ze afgeracht. Ik heb ze nog steeds. En elke keer als mensen mij zien, dan zeggen ze... Dude, waarom ben je op die dingen gaan wandelen? Want ze zijn nu echt, weet ik veel, 1500 euro waard. Maar ja, het zijn schoenen, weet je wel. Wat moet ik dan doen? In mijn kist gaan liggen straks met nieuwe schoenen. Maar ik vind het, met boeken vind ik dat ook vervelend. Ik had het net met Jelle. Ik lees eigenlijk alleen op vakantie. Dus al mijn boeken zijn een soort van combinatie van zandkorrels en rum en... en foutjes. Ik ga jou nooit een cd uitlenen. Maar gelukkig heb je dat ook nodig. Maar vinyl ben ik wel zuinig op. Dat is een van de maar dat kan je ook heel makkelijk gewoon in je kast schuiven. En dat kan niet zo heel veel misgaan. Niet in de zon laten liggen ben ik achtergekomen. Nee, dan smelt het gewoon zo om. Zo is mijn Isaac Hayes plaats versmolten. Ook wel visueel vet als je het op een kast neerlegt. En het daar gewoon als een soort van kaas erover heen laat. Ja, vet. Hoe heet die schilder ook Salvador Dalí. Ja. Hey, en hij zegt nog, ik heb zelf geen PS2, geen Xbox 360 meer. Dus ik ben niet van plan de spellen zelf te spelen. Als verkoper weinig zin heeft, geef ik ze liever weg aan iemand die ik er wel blij mee kan maken. Zegt
zegt Willem. Nou jongens, Willem, jongens. Maar dan helemaal op de Koningsmarkt. Want daar kan je op een gegeven moment kan je gewoon weglopen, je kleedje laten liggen. En dan, want er komt, er is, op de Koningsmarkt heb je altijd eerst heb je de vroegshoppers. Die zijn er voor de echte parels, de krenten uit de pap. Dan heb je de, gewoon de rondloopmensen die eigenlijk niks meer kopen. En dan op het eind heb je altijd nog een stoet mensen die komen voor de gratis shit. Mm-hmm. Omdat iedereen... Ja, iedereen komt daar met zijn zooi, dus die laat het ook precies. Gewoon lekker staan. En die mensen staan volgende koningsjaar, volgend jaar staan zij dan weer met die shit op een kleedje. Ja, ze denken, fuck, ja. Wat heb ik. Vet. Je had ook, je had in, op de BBC had je altijd zo'n programma dat, dat ze naar van die winkels gingen met oude shit om het dan weer door te verkopen. Mm-hmm. En hoeveel dat dan soms waard kan zijn. Dat, dat lijkt me wel leuk aan. Dat is leuk. Altijd, dat soort programma's die leven meer dan ooit nu, man. Ja? Ja, dat is niet normaal. Dat tegenwoordig zijn voorwerpen geen gebruiksvoorwerpen meer, maar collectors items. Heb je dat soort dingen dan nu ook op het interweb? Want tv is, nou, ik weet niet of tv dood is, dat, is dat wordt graag gezegd. Maar wat? Ik bedoel, dat soort format zou toch super vet zijn. Ik heb vroeger best wel lang, ik heb retro games wel veel verzameld. Je hebt zo'n show van twee Amerikaanse guys, die gaan allemaal van die barn finds en zo. Daar gaan dan vinden ze allemaal dozen met Atari en Nintendo en... Dan gaan ze alleen maar optellen hoeveel het waard is. En toen ik helemaal ik vraag me altijd af. Vond dat vet. Er zit altijd een hele grote mate van ingestudeerdheid in. Ik heb ook ik vraag me altijd af van, worden die leuke items nou gewoon geplant in zo'n garagebox? En zo. Ja, natuurlijk is er wel. We zijn een Fabergé tegengekomen. Maar het blijft tv. Tuurlijk. Ja. Oh, kijk, een Dali. Het kan altijd. En ik moet ook zeggen, ik vind dat jammer aan kringloopwinkels tegenwoordig. Want al die guys zitten gewoon op hun telefoon te checken. Oh, Mega Man 1 voor de Nintendo 8-bit. Je ziet altijd 100.000 DVD's, maar geen enkele game. Ja. Ik ben ook wel eens aan de kringloop gegaan, had ik zo'n game meegenomen. Ik zei, ja, hebben jullie deze dingen, hebben jullie die? En die gast, die werd helemaal spazzy. Ik zei, wat is, hij zei, ja, nee, dat hebben we niet. Zag ik zo'n klein deurtje, weet je, zag ik het allemaal zo. Ja, liggen. Ja, ja, ja. Ik zei, wat was dat dan? Ja, nee, echt? Vieze ratten, joh. Ze weten het wel, hoor. Tuurlijk. Ze weten het donders goed. Dus eigenlijk wat in die winkel staat is de zooi. En de goede shit gaat gewoon het internet op. Het is de zooi. Side note, waarom ruikt alle kleding in de kringloopwinkel overal altijd hetzelfde? Is dat soort de default geur van tweedehands mensen? Nou, dan moet jij eens gewoon je kleding heel lang in je wasbak of in je wasmand laten liggen. En dan ruikt het precies hetzelfde. Wel lekker. Ik vind die geur wel lekker. Ik vind het wel, niet lekker, maar wel... Het is een beetje dezelfde als de geur van de Scapino. Het ruikt naar mijn jeugd. Ken je die geur? Ik kan hier nu precies ruiken hoe de Scapino rookt. Jouw jeugd rookt naar de kringloop en naar de Scapino. Ik begin die existentiële depressie wel een beetje te snappen, ja. Ik ben van ver gekomen, Jasper. Start from the bottom, now. Maar op een gegeven moment moet je ook onthouden waar je vandaan komt. Volgende vraag. Sorry. Om een beetje nog een soort van tempo. Wie is de tafel hier? Jij toch? Nou ja, jij eigenlijk. Oh, maar fuck. Jij doet het niet. Volgende vraag is van Mike V, a.k.a. Griswa. Hoe? Griswa? Griswa. Misschien moet ik in God gaan geloven. Sorry, ga door. Beste heren / dames. Nou, van Shelly is ook weer, was ze laatst ook weer bij natuurlijk een paar keer. Ja. Mijn vraag is, staat de game-industrie vast qua evolutie van games? Wat? Vroeger had je de Atari, Commodore 64. Toen kwam het 8-bit tijdperk, wat al een aardige upgrade was. Toen de 16, volgende big upgrade, 32, 64, noem maar op. En de 3D games. Maar het valt mij nu op dat de graphics wel beter worden, maar dat we steeds meer dezelfde soort games zien. En remastered / remakes. Is dit voor de aankomende 10 jaar? En wat verwachten jullie wat de volgende stap is die we gaan maken? Nou, Mike, ik denk, en dat is de iets vraag wat we, stellen denk is ik, en beantwoorden. Ik denk dat dat iets is wat wij al vaak hebben gezegd de laatste jaren. Volgens mij gooi ik nu per ongeluk nog. Nee, sorry. Het is, niet waar. Is dat de volgende stap gewoon de evolutie van de AI is? Ja, en dan krijgen we weer allemaal remakes met nieuwe AI. En denk je games. Dat het dan vooral in de verhalen gaat meespelen of in de reacties? Op zeg maar, dus gameplay technische reacties, of dat het dus ook gaat betekenen dat waar we het net al een beetje hadden met Red Dead, dat het verhaal, dat wij echt compleet andere verhalen gaan spelen door bijna wat we met Dungeons & Dragons doen, rechts of links gaan, dat zo'n verschil precies, gaat maken. Precies, dan krijg je dus procedurally generated storylines, zoals je nu bijvoorbeeld een wereld... Proceduraal gegenereerde verhaallijnen, Huey Bruin. Alleen, en dan, kijk, je zou dus eigenlijk wat je nu met Minecraft hebt, is dus dat je die wereld proceduraal genereert. Maar als het ook met een verhaal zou kunnen, zou dat heel sick zijn. Ja. Maar je kan natuurlijk dan ook oude games gaan remaken. Krijg je Zelda op de Super NES met AI, dat Ganondorf op de duur soort van in tweestrijd komt en zegt, fuck it man, ik wil niet meer in deze game zitten. Maar het wordt gek. Dat je die Wreck-It Ralph-achtige shit krijgt. Ja, precies. Een soort van de muur wordt doorbroken. Dus de NPC's existentiële Mario stapt over naar Sonic. Dat ze in een game en die zitten. Gaan zeggen, kijk, ineens soort van... de camera aan, terwijl ze het normaal niet doen. Weet je, à la Assassin's Creed 2. Het scherm en die zeggen, Huey Brown,
Help mij om hieruit te komen. Help mij. You are my only hope. Dat zou fucking... Goos, ik zou uitzetten. Ik zou huilen in de hoek. Ik zou... Nee! Ineens hoor je ineens... achter je voel je ineens twee handen in je rug. Ik denk, what the fuck? Hij is uit de game. Ja, dit wordt echt... Yui, jij bent mijn enige vriend. Yes. Jij moet mij redden. Eindelijk. En dan ben jij geforceerd om de rest van je leven een vriend die niet drinkt. Om de rest van je leven die game te spelen. Ja. Anders gaat jouw vriend in game dood. Never ending story. Ja. Dat is... Wow, maar wat als... Yui, wat gaan we vandaag doen? Wat als mijn hele leven daar eigenlijk naartoe heeft gewerkt? Dat mijn purpose is. Dat zou kunnen. Dat zou wel. Of van die spelers in sportgames die helemaal depressief worden omdat ze in de 2022 versie zitten en niet in de 23. Dat ze zeggen, ik wil een transfer, maar die worden wel gekend. Man. Ja, dat wordt echt bizar. Ik ben nog maar zoveel FIFA coins waard. Ja. Maar ja, dat is dus ergens in de toekomst zweeft een potentiële AI-vriend voor jou. Kan niet wachten. Maatje. Maar nee, ik denk, maar het gevaar er wel mee, of waarom ik denk dat het niet zo snel zal gebeuren, is dan heb je dus geen controle over wat het verhaal van jouw game is. Stel je voor, je krijgt straks een Red Dead 3 met een procedureel gegenereerd verhaal. Ja. Dan wil de hoofdrolspeler ineens een astronaut worden of zo. Weet je? Dan krijg je dat soort shit. Dus ik zou het vet. Maar hoe vet als het dan honderden jaar, dat je soort van die familie honderden jaren volgt tot ze eindelijk ruimte, dat je begint met een vliegtuigje en het, ja. Het heeft er zoveel potentie. Maar het maakt ook elke game een soort van, hoe heet die kutfilm? Nee, dat boek. Met die, dat ze Ready Player One is, zeg maar. Je hebt eigenlijk nog maar één game nodig, want die kan alles uiteindelijk gaan. Je game, je GTA is ook je FIFA en je... Ja. Maar ja, GTA ging daar natuurlijk al toe. Je kon golfen, je kon racen, je kon... Ja. Dus ja, het heeft zoveel potentie. Alleen als dat maar... allemaal zo goed is, omdat de AI dat toch al zelf kan creëren, dan heb je wel een probleem, want dan is één, dan kan elke game alles zijn. Dus daar moeten wel grenzen in bewaard worden, want anders, ja, of één game heeft alleen macht, of het is... Ik vraag me af wanneer... Of je kan Forza kopen en dat blijkt ook een voetbalgame te zijn, want je kan ineens uit je auto stappen. Ja, dat was vroeger altijd de droom. Ja. Voor mij wel, zeg maar. Ik had altijd... Je kent een road rash wel, toch? Ja, zeker. Ik ging een road rash altijd, dan ging ik crashen en op de duur kon je ook weglopen van je motor als je was gecrashed. En dan ging ik die alleys in proberen te lopen, dan zo'n steegje, weet je. Dan dacht ik, oh, misschien kan ik nu wel gewoon lopen en een nieuw motorpak kopen en zo. Nope. Dat was altijd de intrige voor mij met gamen, van... Maar waar houdt het op? Waarom zou je een zekere game dan nog überhaupt bijvoorbeeld een... western thema geven, want je weet maar nooit. Hey, maar wij, je creëert wij zo, je wel, moet zo, je moet misschien zoveel zijn grenzen wij wel creëren. Echt ver afgekaderde NPC's van een western game uit Texas, weten wij veel. Ik zie het, ja, uiteindelijk kom je full circle en dan blijkt gewoon dat de beste game toch gewoon het leven is. En dan stapt iedereen een soort van totale dag door denken, yo, dude, dit was het idee. Dan wordt het total chaos. Het punt dat gebeurt, stappen we allemaal in game. Dus hebben we allemaal een digitale zelf. En dan is dat onze wereld. Ah, Mark Zuckerberg wordt helemaal wild als hij dit hoort. Dus misschien is het leven dan in dat opzicht dan wel een simulatie. Want dan hebben we gewoon ooit het punt bereikt met AI, x aantal jaar geleden. Ik denk dat we onze ik in digitale vorm hebben voortgezet. En dat wij nu een soort met onze 3200K ergens nog een originele versie is. Dus we zijn wel een AI van iets wat groter is dan wij. Ja, iemand moet op die delete knop drukken. Dan zijn we er niet meer. Sick man, Jesus Christ, existentieel. Ja. Begon allemaal met Yui's gezeik en nu zitten we hier. Maar dan valt het eigenlijk ook wel mee, want dan is elk probleem geen probleem. Dat klopt. Boeddhistisch. Ja, weet je, dit is het is maar net. Je hebt in de KLM heb je dus de tekenfilmserie van het blauwe vliegtuigje Bluey. Moet je eens kijken. Echt? Ja. Ja. Bluey Blauw. Bluey de clown. Yo, Game Kings. Sinds kort ben ik weer begonnen met het kijken van de toffe Road Trip afleveringen op de Game Kings Vault en het Game Kings Twitch kanaal. Ik heb zelf Boris versus Skate opnieuw gezien en het blijft... prachtig contact tussen die twee. Ook de Tokyo Dagboek, Asian Road Trip en nog vele meer. Asian Road Trip. Ik vind zowel de gaming als de non-gaming content van jullie fantastisch. Zijn er binnenkort nog non-gaming chill streams of toffe road trips gepland? Goed, Eden. Nou, de Harry Potter trip komt er binnenkort aan. Als het goed is, aanstaande zaterdag ligt er een beetje aan hoeveel ik slaap deze week. Nee, dat moet wel. Ik weet niet hoe ik het ga regelen, maar ik regel het wel. En binnenkort gaan Jasper en Skate dus naar WrestleMania in Hollywood. We hebben weer wat vaker kleine tripjes. Zeker. En, het is niet in Hollywood trouwens, wil ik even klein... Het is in Inglewood, maar WWE zegt zelf ook Hollywood. Dat klinkt cooler, maar Inglewood is... Is het in Inglewood stadion ook weer daar? Ik ken Inglewood alleen van Mac 10, een rapper. En volgens mij is het daar niet zo heel gezellig. Het is niet heel gezellig in Inglewood. Nee. Maar er ligt de Forum. Is ik heb allemaal blauwe en rode t-shirts in ieder geval netjes in de vuile was gegooid. Die ga ik niet meenemen. Is het in de Forum? Het is in SoFi Stadium. Oké. Okay, volgens mij is dat het stadion van de Clippers, maar... Ik weet het niet zeker. Maar ik ben altijd voor meer roadtrips content. Ik vind dat het allerleukste om te maken. Vooral.
Maar ja, ik ben natuurlijk ook geen gamer. Ik vind het leuk om te gamen. Ik ook. En daar content over te maken. Ja. Het liefst op reis. Dus. Nee, ik vind rijst... rijst vind ik lekker. Rijst vind ik lekker. Ja, ik vind rijst lekker. Ja, dit was het. Wat is jouw favoriete trip ooit geweest? Acer Road Trip, hands down. Maar ja, qua maken, zeg maar als editor ook of regisseur. Ja. Omdat er is letterlijk, ik denk op de momenten dat je een paar uurtjes slaapt na natuurlijk. Mm-hmm. Er is geen uur geweest dat we niet hebben gelachen. Ja. En elke dag had je gewoon spierpijn in je buik. En het was fucking geniaal. Ja. Weet je, of het nou Boris was die zo dronken was dat hij als een Spider-Man langs de muur kroop. Of dat Koos en ik in een soort van strand van hondenstront een rivier indoken. Wat fucking koud was. Het was allemaal lach. Ja, ik ben helemaal voor dit jaar weer zoiets. Ja, zeker. Ik heb namelijk dus ook in mijn existentiële crisis besloten dat ik dit jaar misschien wel het ruime sop ga kiezen als het om de winter aankomt. Dus dat ik een manier ga vinden om... Maar ben je niet bang dat het een soort van... Dat reizen ook een vorm van vluchtgedrag is? Ja, maar dat is je dan niet tot jezelf alles... komt, maar dat je dan alleen maar ontsnapt aan jezelf? Ja, maar is dan niet alles een vorm van vlucht... Kijk, ik heb vroeger wel eens een ex gehad die liever niet had dat ik het hierover had. Maar die vond dus echt elk biertje wat ik dronk al... Een soort van vluchten voor alle pijn uit mijn jeugd. Mm-hmm. En wat ergens, als je heel lang doorredeneert, ook wel zo is. Maar het is ook niet erg om een beetje te vluchten als mens, denk ik. Heeft zij wel eens na het voetballen een biertje gedronken? Wat fucking lekker is. Het is fucking lekker, maar waarom is het fucking lekker? Waarom is het lekkerder dan een glas water? Of een kopje koffie. Omdat je dorst wordt op een hele speciale manier gelest. Mm. En je ziel, maar niet omdat je een existentiële crisis... Maar dit is dus wel een deel van... Want in dit doordenken is alles wat ik op qua films kijk, is ook vluchten. Dus eigenlijk is vrijwel alles wat je doet wat niet gewoon in een stiltekamer naar jezelf zit te luisteren, is een vorm van vluchten. Ja. Dat is wel waar alleen. Op een manier is met andere mensen praten ook vluchten. Ik denk alleen dat er wel een verschil is in wat alcohol met een brein doet, is wel verslavender, zeg maar. Ja, goed, man, nu wordt het echt een sorrow stream, maar ik heb wel vrienden verloren aan alcoholisme. Zo. Ja, okay, twee van mijn vrienden van vroeger zijn echt eentje helemaal. Nee, ja, dat is ook, het is een onderwerp voor een andere keer, maar dat is wel anders. Ik heb geen vrienden verloren aan binge-watchen, zeg maar. Die komen altijd wel weer terug, want elk seizoen houdt op de duur op en een krat houdt nooit op. Je kan ze echt hoog stapelen, heb ik gezien op de Appelhof vroeger. Dus, maar het kan natuurlijk wel zijn dat Nederland gewoon niet per se mijn... Of dat de plek waar het koud is, niet mijn plek is. Weet je, ik heb een soort van Australisch bloed ergens. Dus je hebt daar 30 plus jaar de tijd voor nodig gehad om erachter te komen? Nou, misschien om de conclusie, om er daadwerkelijk ook iets mee te willen gaan doen. Ja, oké. Okay. Nee, maar ik heb altijd prima kunnen doorleven, omdat het ging altijd wel prima. Geef deze man alsjeblieft een biertje. Ja. We gaan door. Het wordt wel een heel existentieel, procedureel gegenereerde brief van maandag. Ja, sorry, maar moet ik dan eerlijk zeggen? Volgens mij moet je naar Canada. Moet ik gewoon weer doen zoals ik altijd doe? Jij moet gewoon wonen in Canada. Ik vind Canada hartstikke leuk, net als winter. Mogelijk gemaakt door het Trimbos Instituut. En hoe heet die gast die gecanceld is? Bakker? Nou ja, anyway, we gaan door. Beste Game Kings, naar aanleiding van jullie item afgelopen vrijdag over Dungeons & Dragons Honor Among Thieves, leek het me op zijn plaats om jullie te attenderen op het bestaan van The Last Game Board. Aangezien er bij jullie meerdere geïnteresseerden zijn voor bordspellen, is dit gadget misschien iets wat in de smaak zou kunnen gaan vallen. De mijne wordt aankomende april geleverd. Zien jullie de potentie van dit gadget in? Met vriendelijke groet, Ralph de Man. The Last Game Board? Is dat een LCD-tablet waar je alle... Het klinkt als Jumanji. Ik ben benieuwd wat het is. The Last Motherfucking Game Board. Ralph de Man, je moet de volgende keer er even bij zitten wat het is. Oh, hij heeft die ook gedaan. Dat heeft jij gedaan. Oh, die... Ja, sterker nog... Wat is het? Oh, dit wow. is een scherm. Wat vet. Een zekere touch-functionaliteit. Oh. Waar je spelletjes op kan spelen. Dus hij heeft gewoon allemaal verschillende bordspellen in één tablet? Ik denk dat erin zit, ja. En je hebt dus ook je virtual, in zekere zin virtual / physical tabletop, dat je je mini op het scherm hebt en dat je ziet wat ze field of view is. Maar het is een soort Skylanders. Maar dan next level. Ja, maar in principe kan je dat of zelf ook al maken, hoor, trouwens. Oh, oké. Okay. Als jij een tv platlegt en er zijn bepaalde tools waarmee je een soort van... Die kunnen eigenlijk soort van registreren waar die mini staat op je scherm. Mm-hmm. Het zijn soort van kleine, soort van sensors die je aan de rand van je scherm kan plakken. Ja. En die ziet dan van, oh ja, op zoveel afstand staat er een mini.
Dus die staat hier en dan weet het programma weet van oké, dan heeft hij deze field of view. En dan zie je dus eigenlijk zo'n soort van lichtbalk. Maar is dat er niet ook, of komt dat er niet aan dat je met augmented reality, dat je bijvoorbeeld met z'n vieren Dungeons and Dragons speelt, iedereen zo'n bril op heeft en dat als je er een... Weet dat ik, is wel de dat, volgende dat, stap. Dat ja. Ze zijn nu bezig natuurlijk met One D&D en die heeft ook een digitale versie. Mij lijkt dat dus niet vet, zodra de realiteit om mij heen weg is. Maar augmented reality is natuurlijk dan toevoeging. Dan kijk je gewoon door een normale bril zoals je het nu ziet. En dan zie je wel shit in een soort van... Je kan zeggen wat je wil, maar jij kan mij niet wijsmaken dat je het niet vet zou vinden. Dat als ik jij vind hier het dus zit leuk dat... en je zit tegenover elkaar, een soort van Age of Empires te spelen met heuvels en shit. En je zit hier je manschappen en je trekt een cirkeltje omheen. Ik heb liever dat iemand die, zoals Wannes, dat hij zo'n heel schip heeft gebouwd. Wat ook als iemand binnenkomt lopen het ook ziet. Ik vind het ook vet. Hè? Ja. Dus, ja. Maar dat is hetzelfde als waarom ik CGI minder vet vind dan gewoon Kermit de Kikker met de man die dit doet. Mm. Kermit de Kikker man is een hele erge man. Ja, animatronics blijft toch dat wel... Was dat non-consensual. Sorry, dit ook. Dan. Dit ook, ja. Ook niet aan mijn piemel zetten alsjeblieft. Dat was mijn knieschuif. Ja, maar het maakt niet zoveel uit, toch? Nee, dat is niet waar. Maar goed, dat dus. Ik weet niet eens meer wat de vraag was. Daan, goed. Ik wil nog even een shout-out. Ik haat het als mensen zeggen shout-out. Ik wil ik wil degene die bij Nerd Culture Dwayne the Pebble Johnson heeft gefotoshopt heel erg bedanken daarvoor. Ik heb daar smakelijk om kunnen lachen. En inderdaad, ik heb de D&D-tafel van Joe Manganiello gezien. Wat is dat dan? Hij heeft een grote game-tafel. Hij is zeg maar een soort van 's werelds bekendste, coolste D&D-speler. Sorry. Ken je hem niet? Nee, maar ik vind het gewoon grappig dat je de coolste D&D-speler kan zijn. Sofia Vergara of zo heet die dame? Ik heb geen flauw idee. Dit is helemaal jouw wereld. Nou, ik ben er alleen maar onderdeel van. Nee, sorry, maar dit is een soort van mainstream. Er is niet zoiets als Dungeons and Dragons en mainstream. En hij heeft, zeg maar... Ik durf het aan niemand te vertellen. Huh? Ik durf het aan niemand te vertellen. Moeten we dit er even uitknippen voor de upload straks? Jesus Christ. Ja. Ja, nee, maar kom op. Maar hij heeft dus allemaal... Hij heeft ook bijvoorbeeld de Big Show, die WWE wrestler, heeft hij aan tafel bij zijn home game en een paar andere... Hij heeft bekende mensen in zijn ding. Van de Guardians of the Galaxy, Gunn. Ja. Die heeft hij ook aan zijn tafel. Oh, James Gunn. Ja, en hij heeft volgens mij wat Star of wat LucasArts figuren en zo. Maar dat heeft hij altijd. Of altijd dezelfde? Ja, hij heeft een home game met die mensen, met alleen maar een soort van A-listers. Allemaal gekke creatives in de industrie. Dat is, lijkt me heel hard om... Oké. Als je dat aan tafel hebt. Maar hebben ze daar soms ook dat ze 3-4 uur lang niks doen? Tuurlijk. Ja? Maar die guy die heeft ook heeft dus een tafel van, nou wat zal het zijn, zo van 3x6. Mm-hmm. Waar dan al die gasten aan zitten op een soort van troon. En die hebben echt zulke minis en werk voor het allemaal. Echt heel vet, man. Ja? Vette shit, ja. Hmm. Hoe groot zal die productie dan zijn aan cameramensen? Dat is het ding. Het wordt niet gefilmd. Dat is gewoon zijn home game. Maar hoe weet je dat dan? Mensen doen ook shit zonder dat het gefilmd wordt, Joey. Echt? Ik weet dat het raar is. Maar dan heeft het toch geen bestaansrecht? Jazeker wel. Maar hoe weet jij dat dan? Dat heeft hij mij verteld gistermiddag op WhatsApp. Oh ja. Nee, dat is algemeen. Jij bent de ene coolste Dungeons & Dragons speler ter wereld natuurlijk. Dat kan jij zomaar eens zijn. Op twee na coolste. Ja. Spelen mensen dit alleen met vrienden of ook met collega's? Dat spelen mensen zeker met collega's. Je mag, sterker nog, je mag een keer mijn poes zijn. Spelen. Wil je een keer mijn poes zijn? Als jij gewoon naar een tabletop shop gaat, en dan zijn daar vaak ook wel op zekere data, zekere avonden, zijn er dus wel gewoon loop-in sessies. Ja, exhibition game. Nee, maar dat je letterlijk gaat zitten en dat je meedoet en dat niemand elkaar kent. Ik heb het een paar keer gedaan in Den Haag. Ja, dude, in die winkel waar wij waren, in Den Haag, met Jelle en Wannes en Wannes zijn broer. En dan zaten er nog 2-3 vreemden bij en dan hadden we gewoon een one-shot, een avontuur. Oh, Sophia, dat is Gloria. Ja, dat is en zijn die vrouw. Die en die? Nee, dat is zijn vrouw. Die doet niet mee, maar dat is zijn vrouw. Dus dat laat wel zien hoe cool die guy is. Nou, ja. Ja, toch? Niet El Bundy cool, maar wel. Het is ook wel een geile man, moet ik zeggen. Maar dat is niet, maar het is de echte man, toch? Het is niet Ed O'Neill. Ja, de echte man. Oké. En wat is hij dan? Bekend. Hij is ook acteur. Okay. Ja. Nou, ik weet niet meer precies in welke films hij helemaal speelt, maar... Nou, hij is goed gedaan. Zeker, hij heeft het goed voor elkaar. Volgende vraag. Misschien heeft hij ook toen hij een jaar of 32 was een existentiële crisis gehad, waar hij veel beter uit is gekomen dan dat hij erin ging. Hij is rijk, dus dan kan je überhaupt geen crisis hebben. Dat helpt dan ook. Ik ben ook... laat maar. Rich Dad, Poor Dad aan het lezen. Ken je dat? Die fase heb je ook al The Subtle Art of Not Giving a Fuck gelezen? Nee, maar dat is helemaal niet mijn shit. Heel goed. The Subtle Art of Boeken met fuck in de titel. Ik geef al veel te weinig fucks, ben ik toen achtergekomen. Ik had eigenlijk The Subtle Art of Geef iets meer fucks, houden. Ja.
Maar Rich Dad Poor Dad, die fase heb je ook gehad? Ja hoor, zeker. Oh, is niet geholpen? Of, ja, trouwens, jij wel. Ja. Jij, ik zie jouw Steam Deck kopen alsof het wc-papier is. Komt dat daar? Schijnbaar zit hij in Magic Mike. Nee, het komt erdoor dat ik niet alleen voor Game Kings werk. Nee, ik ook niet, maar... Ja. Mag ik dan nu? Mitchell. Hey, hallo, ik ben... Hoezo? Je hebt net gelezen over D&D. Nee, dat was hij. Ja? Ruzie. Ja. Flikkertje. Ik ben echt een slechte tafel hier. Ik loop te stoken hier, joh. Beste Game Kings, behalve Yui. Ik heb onlangs 2 1440p monitoren gekocht. Voor mijn thuiswerkplek. Ja, thuiswerkplek. My ass. Eén daarvan zou ik graag willen aansluiten op een Xbox Series S. De monitor heeft een DisplayPort 1.2 aansluiting en een HDMI 1.4 aansluiting. Ik zou graag willen weten of gamen op een 1440p met 60 fps... Oh, ik zou graag willen gamen op 1440p met 60 fps. Maar ik vraag me af of dit mogelijk is met deze aansluitingen. Zo ja, welke aansluiting moet ik kiezen? Ik vind het lastig om hier iets over te vinden op het internet. Ik hoop dat jullie mij hiermee kunnen helpen. Jawel. Maar de Xbox Series S... HDMI 1.4 kan volgens mij al 1440p op 60 fps staan. DisplayPort is eigenlijk beter, alleen de Xbox heeft geen DisplayPort output. Dus volgens mij... Dan moet je een DisplayPort naar HDMI kabel hebben. Ja, maar dan verlies je weer de voordelen van DisplayPort omdat je het overzet op HDMI. Dus volgens mij maakt het niet zoveel uit. Dan zou ik gewoon voor HDMI gaan, want dat is goedkoper. Ja, en HDMI 1.4 kabels, dat is letterlijk alles zo'n beetje. Je hebt ook wel DisplayPort naar HDMI, alleen die zijn wel wat duurder. En ik weet niet, dat zit dan in één kabel volgens mij, maar ik weet niet. Ja. Ik zou me er geen zorgen om maken, 60 fps trekt die wel. Dat zeker. Op 1440p ook. Ja. Dus no worries, Mitchell. Van Mitchell trouwens. Ga zo door met jullie toffe content, behalve Yui. Vriendelijk groet, behalve Yui. Mitchell. Zou het onze Mitchell zijn? Wie is onze Mitchell? Onze Mitchell, de Sierra Mitchell. Ken je Mitchell niet meer? Ja, ik ken Mitzi. Mitzi? Ja, kleine Mitzi. Kleine Mitz. Big Mitz. Mitchell is, onze Mitchell is ook een D&D speler. Echt? Ze zitten overal, jongen, die D&D ratten. Je weet niet waar je het over hebt. Jawel, want ik heb ooit gedate met een nymfomane dwerg. Ja. Wat? Goedemiddag heren. Vroeger werd bij GameKings nog wel eens aandacht geschonken aan DLC voor games. Echter zie ik niet vaak meer reviews over deze content. Destiny. Is daar een reden voor of is het puur tijdgebrek? Destiny. Ik heb jullie namelijk bijna nog niet gehoord over de DLC van Horizon Forbidden West, Burning Shores. Komt hier ook een review van? Ik zit nog vast op de nymfomane dwerg, maar we gaan door. Ik ging daar heel vakkundig. Dat deed je heel smooth. Ja. Ja. Maar ik ben visueel ingesteld, dus ik het zie nou Yui met een drugs kingpin als man. Dwerg. Ook nog eens. In Dungeons and Dragons was er een informatie. Ah, oké. Okay, ja, oké. Okay, ja. In het erge... Nee, laat maar. Maar ja, ik weet eigenlijk niet waarom dat is. Ik denk dat als iemand daar echt super... ik ben eigenlijk best wel geïnteresseerd in die Burning Shores. Maar... Yeah, Jersey Shore DLC? Het is... JJ komt met games en als die er niet mee komt, dan komt hij er ook niet mee. Zo is het voor mij meestal. Ik vind het wel weer hoog tijd voor een Planet Zoo update. Als die nieuwe DLC er is. Ja. Dan zijn we inmiddels alweer 8 pakketjes verder. Dan is het wel weer tijd. En je bent nog steeds. Maar ik snap dus ook nooit zo goed hoe jij tijd voor al die dingen hebt. Heb ik ook niet. Maar heb ik ook wel helemaal nu. Ik heb niet zoveel klusjes op dit moment. Dus. Kijk, we hebben wel natuurlijk de DLC van Gran Turismo 7 besproken in de PSVR 2 review. Maar dat is niet echt een op zichzelf staande review. Maar ja. Ja. We zullen zo eens even met JJ een hard gevoertje hebben. Misschien is dat wel leuk hoor. Je moet er ook tijd voor hebben. We moeten natuurlijk ook al gewoon hele nieuwe games spelen de hele tijd. Dus dan moeten we wel heel... DLC weer vaak kort bezig zijn met de hele game. Ja, dat is waar. Ik heb de Gran Turismo 7 DLC, VR DLC heb ik echt al wel 50 uur in zitten. Dus ik kan dat zo... Uit je duim zuigen die ja, ja. Nou, doe hem even. Oké. Okay. Pak hem. Beatbox. Zo, dat was een hele vlugge. Ja. Nou ja, goed. Dat is vet. Dat was de review. Nu is het spoken kopen? Ja, slopen. Kopen. €600 PSVR 2. Beetje duur. Kan je ook dan even nog een review doen van de DLC van Horizon Forbidden West Burning Shores? Nee, want ik ben halverwege de eerste Horizon gestopt met Horizon, omdat ik het een beetje saai vond. Maar oké. Wil ik het wel doen. Fucking hard. Gaat spelen. Mijn tweede vraag. Mijn tweede vraag gaat over voice actors in games. Zelf speel ik op het moment The Mass Effect. Dat was Mass Effect Trilogy. Nu kwam ik erachter dat de stem van Joker, de piloot van de Normandy, dezelfde stem heeft als Chris van Family Guy, ingesproken door Seth Green. Ik ben bij deel 3, maar kon de stem niet plaatsen, dus toch maar even opgezocht. Hebben jullie dat ook wel eens, dat je een stem hoort bij karakters, maar het niet kan plaatsen? Ja, dat heb ik ook wel eens. Keep up the good work, Ricardo BFMV 15. Nou, Ricardo BFMV 15 heb ik nog een leuke weetje voor je. De persoon die ze hebben gebruikt voor de male Shepard, zeg maar, van Mass Effect, is een Fries fotomodel.
En in Mass Effect 2 zit de Fabo als easter egg. Zit gewoon Fabo op een ruimtestation. Dus wat betreft Nederlandse random shit in Mass Effect kan je niet... Maar dat is gewoon een toekomstvisie. We krijgen Fabo in space. Fabo, ja. We krijgen geen vleeskroket, maar een space kroket. Fabo, ja. Een space kroket, ja. Ja. En ik heb ook zelf ook, ik heb zelf een keer een snack. Ja, ik heb een snack uitgevonden ook. Dat heet de kraket. Dat ken je de vorm van de raket, dat ijsje. Jesus. Maar dat is dan die frituur je ook zeg maar in drie stages. Drie traps frituur. Het ijsje? Dat heet een kraket en het zit op een stok. Maar je kan een ijsje toch niet frituren? Nou ja, het is gewoon... Het is een kroket. Ik heb het zelfs gefotoshopt. Het staat ook op... Het, staat het is gewoon een kroket in de vorm van een raket. Ja. Op drie verschillende... Nou ja, goed, laat ook maar zitten. Parels voor de zwijnen. Wat een hufter is. Ik maak hem wel een keer. Soms heb je het woord gehad. Je hebt gewoon je hebt mensen die er echt iets mee willen doen. Ja. Misschien valt het wel mee in mijn leven. Kom, ik maak Heineken bier. Ik noem het Weineken. Weet je ja, wat? In een grote fles. Ja. Dat zal lekker zijn. Beste Game Kings. IJs kun je wel frituren. Wat? Ik weet het. Ik heb laatst nog gefrituurd ijs gegeten. Dat was fucking spannend. Fabo is weggehaald. De Legendary Edition. Weet je wat ik ook heel lekker vind? Dat je tegenwoordig in plaats van chicken wings van die bloemkool, gefrituurde bloemkool wings hebt. Dat is fucking lekker. Ja, dat is lekker. Prima. Groentetempoor. Dat vind ik het is wel. Natuurlijk wel een illusie dat dat gezonder is, want het is nog steeds gewoon gefrituurd. Maar het Best voelt goed. Game Kings. Ik ga gewoon door. Niets meer ja, dan moet je ook zeggen. Love Hallo. Voor jullie content. Ik consumeer het graag. Op de grond en in de lucht. Overdag en s'nachts. Bij regen en zonneschijn. Met kleren aan en naakt. Zegt hij dit echt? Of nee, het laatste niet. Dat heb ik verzonnen. Okay. Vooral ik heb het laatste is leuk. Ik heb een tweetal vragen. Fucking Hogwarts Legacy. Daar gaat hij weer. Yay! We kunnen dit programma wel gewoon Hogwarts TV noemen. Nee, we noemen het Brief van Maandag over Hogwarts. Waarom liggen hier twee tv's of telefoons op tafel? Met de release van Hogwarts heeft een aantal gamejournalisten hun credibility totaal verloren. Ik zal geen namen noemen, maar ik denk dat jullie snappen wie ik bedoel. Ik beschouw jullie niet als journalisten. Sorry, opnieuw. Ik heb niet opgelet. Met de release van Hogwarts heeft een aantal gamejournalisten hun credibility totaal verloren. Ik zal geen namen noemen, maar ik denk dat jullie snappen wie ik bedoel. Nu gaan we verder. Ik beschouw jullie niet als journalisten, zoals JJ wel eens aangeeft. Dank maar je. Ik kan me wel voorstellen dat dit invloed heeft op de industrie waar jullie deel van uitmaken. Bijvoorbeeld terughoudendheid, minder geen review keys, minder partnerships, et cetera. Zit ik hiernaast? De vraag is dus, als wij dus iets gaan afvragen. Of wij ernaast zitten. Maar de vraag is, waarom hebben zij hun credibility verloren? Ik denk omdat ze de game hebben afgebrand op basis van het feit dat J.K. Rowling trends... fobies zou zijn. Nee, of dat ze de game hebben opgehemeld, terwijl het gewoon een scheidgame is. Je hebt het niet gespeeld. Sorry, je maar dan verlies je inderdaad je wel een beetje je journalist. Je hebt het niet gespeeld en je vindt er wel wat van. Kijk, ik heb het geleerd van Boris. Ik als iemand die gewoon netjes naar de school voor de journalistiek is geweest, heb daar gewoon... Weet je wat het ja, is? Ja, maar wie heeft hier nou de existentiële crisis? Ja, nou, een existentiële crisis, dat had ik net over nadenken. Volgens mij kan je pas een existentiële crisis hebben als je eigenlijk juist alles op orde hebt in je leven. En mijn punt was inderdaad dat ik dat niet heb. Dus eigenlijk is het tegenovergestelde van een existentiële crisis. Maar dat maakt niet uit. Als je naar school moet gaan. Jij bent veel langer naar school geweest dan ik. Aanraken, niet lang. Zweethanden heeft hij ook. Ik heb geen zweet, ik heb wel koude handen. Waar waren we? Nou ja, de vraag is dus eigenlijk of wij wel eens minder keys hebben gekregen omdat we... Weet je wat het is? Een journalist is volgens mij iemand die iets uitzoekt en gaat graven, mensen belt, vraagt hoe het zit, klopt dit, klopt dat. En wij zijn meer meninggevers en dat zijn de meeste recensisten. Mm-hmm. En dat is een mening. Ik denk en, dat wij die juist, mening ja. kan echt stupid zijn. En ik kan me ook wel voorstellen dat de industrie daarom denkt... Ja, als jullie op onze game gaan zeiken... dan gaan we hem gewoon niet weggeven. Dan kunnen jullie er ook niet op zeiken. Dat snap ik heel erg. Mm-hmm. Anderzijds, de een vindt iets leuks, de ander vindt iets niet leuk. En sommige dingen kan je kan echt wel zeggen of graphics wel of niet mooi zijn. Maar je kan de een vindt iets esthetisch mooi en de ander weer niet. Dus dat weet ik veel. Ik denk dat GameKings credibility juist zou verliezen als we niet onze mening zouden geven, maar zouden ons zouden laten briben om te zeggen, oh, dit is echt een vette game. Maar tegelijkertijd zijn er heel veel mensen soms boos als je iets anders vindt. Ik vond Pokémon echt een kut game en dat heb ik ook gezegd. En dan zijn er heel veel mensen boos. Ja, maar je kan wel zoveel Pokémon vangen. Ja, prima dat kan. En dat moet je dus elk feitje van een game gaan benoemen, wat in deze tijd gewoon niet meer kan. Ja. Omdat games zo groot zijn en zo uitgebreid. En je kan naar links, je kan naar rechts, je kan rechtdoor. En het is altijd een smaakding, ik bedoel. Ja, weet je. Sommige games worden echt, hoe zeg je dat? Die worden bewierookt en die vind ik niet maar vet. Ja. Kan jij van Hogwarts objectief zeggen dat het een echt een goede game is? Buiten dat het een leuke ervaring is. Zoals van de elementen die erin zitten, zijn niet goed uitgewerkt. Het is niet kapot. Dat zeg maar dat dom duelleren dat je tegenover elkaar staat, dat is net zo vet als dat je in Dark Souls een bos aan het bevechten bent. Dark Souls is dan weer niet van mij, maar het had minder kunnen doen. Als in, ik vind het feit dat je verschillende soorten spels hebt, ik had verwacht dat het veel meer als een third person shooter zou spelen, dat het gewoon echt pieuw, 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 pieuw was. En er zat wel iets meer diepgang in met combo's van verschillende soorten toverspreuken. Dus wat dat betreft vond ik
Het feit dat je dat geluid beter maakt, dat uitgewerkt dan verwacht. En wat ik ook vet, wat ik vet vind aan die game, is dat ik in die wereld wilde zijn, terwijl ik niet ook niet van tevoren de grootste Harry Potter fan was. Dus die wereld is sterk genoeg om mij in een andere setting dan in films en boeken, waar het me nooit echt heeft gegrepen, er wel in kon trekken. En de game is goed genoeg, mm-hmm, en dus gewoon echt niet kapot, waardoor ik durf te stellen dat het een goede game is. Ja. Het is een hele leuke game. We gaan verder. Heen. Hogwarts Legacy domineert wederom de brieven. Ik zit, jongens, voor de duidelijkheid, en ook mensen thuis. Jullie zien nu live waar mijn depressie vandaan komt. Ik zit gewoon heel erg te chargeren. Onder de tafel zijn ze aan het voetje vrij. Hè? Maar ja, dus het komt goed. Ik vind het ook echt niet zo erg. Hoor. Hey. Nee, dit is gewoon heel erg. Ik ga verder. Hij heeft zijn tweede punt, gaat namelijk door op waar we het over hadden. Ik zeg, ik vind kritisch naar jezelf kijken belangrijk. We hebben het vaak over goede content, maar er zijn items geweest over de jaren heen waar jullie, om het zacht te stellen, niet positief over waren. Een item over een zekere lamp van een Nederlands bedrijf waarop je nachtkastje staat mij bij. Nou, mij niet. Groeten, Daniel. Welke lamp gaat dit over? Wat is de vraag? Er is geen vraag. Het is een mededeling, toch? Of is de vraag of we items hebben waar we met terugwerkende kracht spijt van hebben, of die we niet goed vonden? Ik denk het, waar we niet positief over waren. Veilig genoeg. Ja, dat zijn echt een hele hoop. Er zijn weinig items waar ik op terugkijk dat ik denk, nou, dat was echt heel erg goed. Ik heb soms wel zoiets van, ja, dit had voor mij niet goed. Maar dat is heel soms. Ik zit te denken. Zeg maar, de meeste brievenmaals die ik met Joey heb, vaak, zeg maar. Nee, oké. Ja, maar de podcastvorms, dan heb je soms op het einde het idee van dit was de leukste aflevering ooit en dan vond iedereen het verschrikkelijk en andersom en vice versa ook. Dus daar maak ik me niet zo druk om. Maar als ik meer aan geëdite items, ik zat meer aan geëdite items te denken. Ah, okay, heb je dus, dat je een roadtrip item hebt waarvan je achteraf dacht, dit was in mijn hoofd heel erg anders, had ik anders bedacht of zo. Nou, misschien wel anders, maar niet per se minder leuk. Nee. Gelukkig is het tot nu toe wel steeds gelukt om in ieder geval de kern van de lol en het verhaal te vangen. Ja, ik zat even te denken of ik dat heb. Want dat is inderdaad wanneer je denk ik het meest teleurgesteld bent, als je het idee hebt dat wat je bedacht had niet tot uiting komt in. Weet je wat je dan het beste kan doen? Kun je niks bedenken en gewoon gaan. Ja, ik heb daar sowieso. Ik hou dus wel mee. van een thema. Van een rode draad, ja. Ik heb trouwens even nog een leuk random feitje waar ik toevallig achter kwam. Dit is net mijn 50ste item volgens mij. Je 50ste item? Dus, hoe weet je dat nou weer? Zo. Hoe weet je dat? Ja, dat heb ik allemaal een beetje bijgehouden. Heb je geturfd? Ik probeer wel een beetje bij te houden wat ik natuurlijk naar je kan factureren. Hè? Nou ja. Krijg jij nog steeds geld? Like shit, hij speelt de beans. Dus ik zal zo even Tom Poes halen. Krijg een subsidie voor deze jongen. Dus, ja. En dat gaat per item. Dus met behoud van uitkeringen. Ja. Zal ik dan maar gewoon doorgaan? Tussen de items schoffel ik de plansoentjes hier altijd een beetje aan. Vul je dat dan niet op? Het Star Trek item heb ik het mee. Ondanks dat ik dat ook een van de tofste items vond, denk ik achteraf, als we daar nog iets meer van tevoren over nadenken gedacht en een man extra mee hadden genomen en een extra lampje, dan had het echt fucking hard kunnen zijn. En nu was het heel hard. Nu was het ook. Net als met Hogwarts. Weet je, nu was het was nu heel leuk. Externe validatie zoeken. Het was nu heel leuk, maar dan was het ook heel goed. Wat? Ja, geen idee. Ik ga door naar de volgende, jongens. Dit is de schuld van de Rabobank. En dat is namelijk een brief van Jordi. Beste mannen en vrouw van GameKings. Vrouw. Ja, maar je kan tegenwoordig ook maar niet aannemen dat iedereen een man is. Ja, maar Shanna zit in het kat. Ik zou bijna vergeten. Deze week niet. Ik probeer bepaalde onderwerpen af te schermen waar het afgelopen Nee, ik heb het er verder niet over. Als midden Wat vind je van 9-11? Als midden dertiger. Vet. Aliens hebben dat gedaan, hè? Ja. Als midden dertiger speel ik inmiddels al aardig wat jaartjes games. Maar in vergelijking met vroeger heb ik een stuk minder tijd om te gamen en ben ik ook kieskeuriger geworden. Ik ook. Ondanks dat het spelen van games steeds meer voor alle leeftijden is, merk ik bij veel mensen, veelal niet-gamers, maar ook bij mainstream media, dat gamen toch nog vaak wordt gezien als tijdverdrijf voor kinderen en jongeren. Persoonlijk vind ik dat vreemd. Ouderen spelen toch ook nog steeds kaart- en bordspellen. Ja, die oude vieze hufters. Ik zie mezelf over 10 jaar nog steeds wel gamen. Dan hopelijk lekker met pensioen. In mijn oude lullenstoel, beentjes omhoog. Hoe zien jullie dat? Zien jullie zelf over 20 tot 40 jaar ook nog gamen? En wat voor type games zouden dat zijn? Groeten Jordi. Als een Elder Scrolls 15 tegen de tijd dat ik 75 ben er is, dan speel ik dat met mijn beentjes omhoog wel, hoor. Ja, denk je dat? Ik denk eerder dat ik nostalgisch ga gamen dan dat ik nieuwe dingen nog ga spelen. D&D. Ik ga D&D'en in het bejaardentehuis. Ja, nou, dat wilde ik zeggen. Stel je voor,
over 50 jaar wat hoeveel fucking megawatt elk bejaardentehuis moet opwekken. Er staat een kerncentrale en wat voor ICT-infrastructuur. Elke kamer een dikke gaming PC met een RTX 1675. Ja, maar die zijn tegen die tijd zijn die allemaal atoom aangedreven. Dat is niet normaal. Maar alles is. Of ik kan niet voorstellen hoe de wereld er over 40 jaar uitziet, maar ik kan me voorstellen dat alles juist weer iets. Ja. Nou, ik mag zeker hopen dat we een bepaalde stap hebben gezet dat we niet meer zo afhankelijk zijn van elektriciteit. Denk je dat we een kernoorlog hebben gehad in de tussentijd? Zit erin. Want dan is de kans best wel groot dat de wereld weer even juist wat rustiger aan gaat doen en lekker heropbouwen. Dit was een slecht idee. Ja, misschien moeten we gewoon wat kleinere communities en dan, altijd blijven PlayStation 5'en. We hebben zoveel vooruitgang geboekt met het gebruik van atoomenergie. Dat we dat soort van in één AA-batterij kunnen douwen en dat je daar je hele huis mee kan voorzien van stroom. En het afval? Ja, ik had er zo'n theorie laatst van. Het zou natuurlijk ook kunnen. Dat, stel je voor dat alles weer teruggaat, dat we nu alleen maar D-makes krijgen. Dus dat op de duur, we hebben een soort gepiekt in de technologie en dan is het ineens van fuck, we verliezen de grip. Dan krijg je in één keer GTA 5, 32-bit D-make, dan moet je weer helemaal terug. We hebben natuurlijk net ook al besloten dat er in principe nog maar één game nodig is waarin we alles kunnen doen. Het leven. Het leven. Ja, we gaan over 40 jaar ga ik leven. En dan dus existentiële depressie, eindelijk. DLC erbij en dan ben je klaar, man. Ja. Geen pensioen. Bijstand DLC. Kinderen de deur uit. Bijstand DLC. Plantsoendienst DLC. Wil je kinderen? Wat? Wil je kinderen? Nou, op den duur wel, maar nu nog niet, alsjeblieft. Nee, ik ben nog veel te jong. Ja. Dankjewel, Jordi. Beste Jasper, als Jasper er is. Zo, dit is wel heel persoonlijk. Van ex-stagiair trouwens van GameKings. Zoals je weet. Dit en, weet je al. En wat voor gewaardeerd guerrilla-medewerker. Ja, ook dat. Nee joh, ja. Vet. Beste Jasper, zoals je weet zijn we al een tijdje vrienden. En ik heb je echt lief. We hebben veel overeenkomsten. En delen. Je moet candlelight muziek onder voor mijn gevoel. Kan dat? Oh. Ben je dat nu aan het regelen? Of? Ik kan het regelen, ja. Wij zijn geen vrienden hoor, die jongen en ik. Dat kan ik je al wel vertellen alvast. Niet? Dat is een vijand voor me. Echt? Ja, dat is echt een vijand. Daar geloof ik helemaal niks van. Maar ik wacht heel even op de muziek. Want ik voel dat... Is zijn achternaam Krivo Kucha? Ja, klopt. Wat vet. Ja, vet hè? Waar komt die achternaam vandaan dan? Ja, dat is een goede vraag. Ah, kijk. Dit is beter. Beste Jasper. Ja. Als Jasper er is. Jasper is er. Zoals je weet zijn we al een tijdje vrienden. Oh. Ik heb je echt lief. Oh. We hebben veel overeenkomsten en delen zeer veel passies. Wow. Ik denk vaak dat ik je ken en weet wat het beste voor je is. Maar toch, betreffende het onderwerp Steam Deck, wil ik nog even iets kwijt. Een jaar lang... Een jaar lang hebben we veel gezeik gehad, heb ik mijn tijd verspild. Dit bracht een ernstig gebrek mee in mijn geduld. Ik ben blij dat je inmiddels na al mijn heftige pogingen je te overtuigen toch verliefd bent geworden op dit prachtapparaat. YouTube-influencers kennen volgens jou schijnbaar het onderscheid. Voor mij de stakkers zonder spijt, zonder oneenigheid. Wacht, rijmt het al de hele tijd? Ja, hij is aan het rijmen, volgens mij. Nee, nou, verder niet. Volgende keer zou ik... Ja, ga het vervolgen. Volgende keer zou ik alleen graag willen dat je ook naar je makkers, nog slechts gabbers, luistert. Want ik wist dat de Steam Deck de ultimate Jasper Staal handheld zou zijn. Ik gun jou het, beste Jasper. Echt waar. En hopelijk leren de mensen die dit kijken een wijze les. Luister altijd naar je vrienden. Want je hebt geen tijd voor fake gasten. Die peuken van je bietsen en bieris van je nakken. Bieris. Lieve groeten aan de rest van de redactie. Matze. Ja, ik zal het verhaal even een beetje vertellen, want dan snap je waarom dit allemaal gebeurt. Mats is dus een ex-stagiair van GameKings. En toen ik 2010 stage liep hier, heb ik de toorts overgenomen van Matze en Jorrit en die goons. En Matze heeft mij heel erg lang geprobeerd te overtuigen om een Steam Deck te halen. En ik heb altijd gezegd, ik wil dat ding niet, want ik vind hem spuuglelijk. Mm-hmm. En ik vind hem nog steeds spuuglelijk, maar ik wilde op de duur dat ding wel. Want ik zag wat je er allemaal op kon. En toen dacht ik, fuck, ik heb al een Steam Library. En op de duur was er een Steam sale, was dat ding €377. En toen dacht laatst, ik... toch? Ja, ik zei, ik kan niet meer. Ik kan niet meer. En toen moest ik dus met de staart tussen de benen moest ik tegen Matze zeggen, ik heb een Steam Deck gekocht. En natuurlijk stond hij al klaar, zeg maar, om daar om dat maximaal te exploiteren. Iets van te vinden. Ja, dus ik bij deze, Matze, je had gelijk, het is een ultieme apparaat voor mij. Maar ik vind hem ook nog steeds lelijk. En hetzelfde, die discussie hebben we ook over de PS5 gehad. Ik vind het nog de PS5 een afzichtelijk apparaat, maar ik vind het een geweldige console. Ja. Dus jij bent eigenlijk best wel oppervlakkig. Heel erg. Ja. Ja. Hoeveel gig? Ik heb de 64 gigabyte gekocht en ik heb toen op AliExpress een 2 terabyte SSD gekocht voor 180 of zo. Dus nu, en ik heb nog een micro SD erin, dus ik heb hem helemaal decked out, zeg maar, pun intended. En ik neem hem mee in het vliegtuig naar LA, zoals Brainpower. Oh, ga naar LA. Ja.
Brainpower zou het zeggen. Wat vind je van Brainpower? Haha, ik was in LA. Prince heeft hier een scheet gelaten. Die kan je nog een beetje ruiken hier. Brainpower. Maar dat klonk trouwens mis. Dat klonk niet als Brainpower. J.J. Power. En maar, dan nu. Ja, dat, en dan nu. Nog één brief. Omdat Discord liefde... of dat Discord geen liefde heeft gekregen deze week. Beste GameKings. Deze brief is van niemand minder dan ons aller Nick DW7. Hoe? Ken je Nick DW7? Ken je de vloek van Nick DW7? Nope. Wist je dat Nick DW7's Discord-brieven nooit worden voorgelezen? En nu wel. Dus ik ben hier voor hem om het even gewoon een nieuw tijdperk in te luiden. Beste GameKings. Discord-tijdperk. Ik hoop dat deze brief jullie in goede gezondheid bereikt. Ik ben een trouwe kijker van jullie content. Hoe kan een brief iemand in goede gezondheid bereiken? Zijn wij dan degene? Moet de brief maar, in goede gezondheid? Mag ik de brief lezen of mag dat niet? Ja, maar we mogen ook wel stilstaan bij de grammatica. Door mensen als jij wordt Nick gecanceld, hè? Dat je dat even weet. Terecht. Ik heb in het verleden geprobeerd om een vraag te stellen voor de brievenmaandag rubriek. Maar helaas werden mijn brieven steeds afgewezen. Ik wil graag nog een poging wagen. En deze keer een vraag stellen over gamen. Die hopelijk interessant genoeg is om te worden opgenomen in de rubriek. Mijn vraag gaat over de impact van gaming op onze mentale gezondheid. Oh god. Er is de laatste tijd veel discussie over de rol van gaming bij de ontwikkeling van psychische problemen. Zoals depressie en angst. Ja, omdat het vluchtgedrag is. Ik vraag me af wat jullie mening is over deze kwestie. En of jullie denken dat gaming een positieve of negatieve invloed kan hebben op onze mentale gezondheid. Allebei toch? Het draait allemaal om balans, toch? Altijd. Balans is altijd het antwoord. Maar, want als, ja, het ligt eraan. Als je een soort dwangmatig moet gamen, dan is het niet goed. Nee. Maar als je super relaxed bent en je vindt het leuk om daarbij een potje te gamen en daar haal je plezier uit, dan is het wel goed. Ik zeg, ik word heel blij van gamen, maar ik heb ook wel tijden gehad dat ik echt helemaal vast zat in Battlefield. Maar je kan ook heel blij worden van alcohol. Ja. Dat is waar. Ik hoor wel, om weer eens D&D aan te halen, ik hoor vaak geluiden van mensen die kampten met heb je depressies. ADHD? Huh? Nee, wat dan? Nou, omdat ik zat te denken dat je eerst helemaal in je aquarium dingetje was. En dat je dan nu is D&D helemaal je ding. Nee, want dat is gewoon een afgesloten hoofdstuk. Okay. Het zijn hoofdstukken. Een leven heeft hoofdstukken. Ja? Dat hoef je niet meteen een ADHD-sticker op te plakken. Nee, het was goor, ik plakte geen sticker. Goor, ik stelde een vraag. Ik stelde gewoon goor, een vraag. Fucking hufte. Hey, jongens. Tomme man. Maar goed, dat mensen die game gebruiken juist om empathie te leren hoe dat werkt en zo. Omdat je eigenlijk in de rol kruipt van een personage. Ja, maar dat is toch een probleem. Want dat doet iedereen natuurlijk ook al wel een beetje in zijn puberteit. Dan ga je een soort van de rol creëren voor jezelf die het beste werkt. Op basis van eigenlijk alles wat niet voor je werkte. En het is toch niet goed om iemand anders te spelen dan wie je bent. Ja, maar zo leer je juist ook te denken aan het standpunt van een ander. Precies, het kan andere perspectieven geven. En ik denk dat nu het medium volwassener wordt, games, merk je ook dat de thematiek in games volwassener wordt. Daar hadden we het vorige week of twee weken geleden bij Brievenmaandag ook over. Een game als Psychonauts, die bijvoorbeeld mentale problematiek uitbeeldt. Er zijn best wel wat manieren om, hoe zeg je dat, mensen weer een soort reflectie terug te geven. Alleen, ja, dat ga je niet in FIFA vinden. Nee, maar het ging nu even over D&D, had je het over, toch? Ja, specifiek. Dan speel je in je eigen brein een ander karakter. Dan speel je er niet mee. Ja, maar je bent ook constant aan het denken van, oké, hoe maar je denkt ben niet, ik wat zou situaties ik doen? Bezig om een ander... Ja, maar je bent dan aan het denken, wat zou mijn nymphomane dwerg doen in plaats van, wat zou Yui doen? Maar het helpt wel om je te verplaatsen in een ander. Ja? Oh, in het verplaatsen. Want je hoeft het er zelf niet mee eens te zijn. Ja. Maar je kan wel denken van, oké, wat zijn de beweegredenen van deze soms, persoon? Soms heeft ook een karakter in een game overlap met je eigen karakter. En kan je dan, zeg je dat andere... Ik bedoel, je hebt ook wel eens van die games... Ik speel een kat zonder ballen. Stray? Oh, nee. Nee, in de D&D. Ja. Nou, ik heb wel eens in games als Red Dead bijvoorbeeld, dan heb ik de eerste playthrough, dan ga ik mezelf zoals ik het in het echt zou doen, oftewel dan ben ik gewoon maak evil. Iedereen en dan dood? Ja, precies. En dan de tweede playthrough, dan ben ik soort van... Goody two shoes. Ja. Nee, het is precies andersom. Ik ben in het begin altijd heel braaf, want ik ben bang dat ik anders straf krijg. Same. Dat mijn moeder dan aankomt en zegt, heb jij in Red Dead Redemption iemand achter je paard aan een touw getrokken, op het spoor in de fik gestoken en de trein eroverheen laten rijden? Ja, misschien. Maar ik vraag me eigenlijk af of jij niet in real life ook ballen mist, want ik zie heel veel overlap tussen jouw kat en jou. Echt existentiële crisissen. Wil je nou dat ik mijn ballen op tafel leg? Ja. Of het gebrek aan ballen op tafel. Kunnen ze wel even groef hebben, dan kunnen ze eruit inschieten. Zo'n slap zakje. Gewoon uit. Een soort lel. Een soort parachute. Dat is wel te gek dat je van een gebouw kunt zoeken. Dat moet ik de volgende keer als jullie mijn kat gooien, dat gewoon op. Dat Jui uit een boom springt. Een soort van skin paraplu. Huid paraplu. Ja, en dan...
Ook ben je echt verder van? Dus je kan een flavor als zijn van, ik stretch mijn balzak. Dan moet je er ook een tatoeage op zetten, vind ik. Op je balzak? Ja, aan de onderkant, zodat je gewoon zo'n soort van... Dat er een smiley tevoorschijn komt. Of Ajax Amsterdam of zo. Van die haken met touwtjes. God balls? Vraagteken. Ja. Maar dat is... en dan het tweede deel van de vraag. Daarnaast zou ik graag willen weten welke games jullie aanbevelen voor mensen die op zoek zijn naar een ontspannende gameervaring. Die juist kan bijdragen aan hun mentale gezondheid. Flower? Heet het Flower? Ja. Een Beautiful relax. Katamari, maar er zit een timer in. Nee, Katamari is verschrikkelijk. Ah, ik vind het verschrikkelijk. Maar niet vet om te relaxen. Nee, oké. Okay. Daarom, Flower. Deed je toch Flower? Ja. Is dat die dat je zo... Ja, die. Ja, vond, ja. Of Journey? Ga rondwandelen in Skyrim. Ja, of Super Mario Sunshine deed ik dat vroeger altijd. Gingen we naar het strandlevel toe en dan gewoon op die schommel een beetje staan. En dan zaten mijn broer en ik daar met knalrode oogjes even aan te kijken. Oh, is echt vet, man. Is echt vet, man. Ja, zeker. Dark Souls. Ja. Maar op zich, als je bij Red Dead gewoon met je paard rondrijdt, is ook best wel rustgevend. Ja, totdat iemand je van je paard trekt en je kapot knalt. Ja. Ja, dat is misschien wel weer waar. Ik kijk uit naar jullie reactie en dank jullie bij voorbaat voor jullie tijd en aandacht. Met vriendelijke groet, Nick DW7. Misschien hoor je het aan mijn stem, maar weet je wat er aan de hand is met deze brief? Ja, want dat heb je straks al aangekondigd. Ja, dat was eigenlijk niet de bedoeling dat ik dat aangekondigd, maar dat deed ik omdat hij hier niet tussen de papieren versies zat. Deze is gegenereerd in ChatGPT. Nou. Wat vet, hè? Ja. ChatGPT heeft ons een vraag gesteld maar over gaming en mentale gezondheid. Dus ChatGPT zei op het begin dat hij hoopt dat het in onze goede gezondheid aankwam, de brief. Ja. Ja. Dankjewel, ChatGPT. Ik ben een trouwe kijker van jullie content en maar heb in het verleden wel, geprobeerd om een vraag te stellen. Of is Nick voor de brief ook bedacht? Nee, dat is wel we hebben een echte Nick. Het is een nickname. Real Nick. Oké, nou. Hartstikke leuk. Even... Zijn er nog meer vragen? Was dit het? Er zijn meer vragen, maar daar hebben we geen tijd voor. Het is al 1:15. Je hebt ook gelijk. Ik moet nog een premium fission editen. Jesus Christ. Hey, en inderdaad, bijna elk bouwspel is rustgevend. Of als je kijkt naar mij, met mijn streams die er niet meer zijn. Het is gewoon makkelijke games. Gewoon, makkelijke games, ja. Ja, gewoon platformetjes. Platformetje, ja. Maar als je dan valt, krijg je misschien last van een existentiële crisis. Is dat het? Hoe gaat het echt met Mario? Ja. Ja. Maar nu, ik vind dat nu... Deze grap moest genegeerd worden trouwens. Legion. Dus ja, er staat in de chat leuk hoe ze Jasper negeren. Altijd, ja. Altijd. Zo werkt dat. Hey jongens, ik wens jullie allen in de chat en iedereen die terugkijkt ook trouwens, een hele fijne week, een heel fijn leven en hopelijk een leven zonder een existentiële crisis. En als je dat wel hebt... Therapie. Of alcohol. Je hoort het van de... Of stoppen met drinken. Van de deskundige. Niet stoppen met drinken. Je moet gewoon doen wat goed is. Balans. Balans. En vitamine D. En een hele fijne week. En schrijf. Schrijf? Schrijf gewoon je gevoel op papier. Top. Doe dat. Fijne week, jongens en meisjes.